Welkom. Welkom vanuit mijn thuissituatie. De thuisstudio hier in Utrecht. We lopen bij mij naar binnen. En ja, we gaan biologie doen. Het is een beetje raar, maar ja, zo is het na één keer. Even recht zetten. Welkom. We zijn in mijn thuisstudio en vandaag gaan we het hebben over COVID-19 of SARS-CoV-2. En eigenlijk gaan we een antwoord krijgen op de vraag: waarom word ik nou ziek? En waarom met name hebben heel veel mensen die geïnfecteerd raken door het virus, hebben last van hun longen? Goed, eerst de naam en de ziekte. We hebben het eerst over de coronavirus gehad. Toen werd coronavirus, COVID-19. Maar wat is nou precies wat? COVID-19 is de ziekte en SARS-CoV-2 is, dat is het virus wat het veroorzaakt. Ja, vergelijk virusziekte, vergelijk dat zoals HIV, het virus veroorzaakt AIDS. SARS staat voor Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. En even spieken. Ja, Severe Acute Respiratory Syndrome. En respiratory, dat wilde ze al zeggen, hè, met je longen, met je respiratory system. Dit wordt veroorzaakt door COVID-19, dus Coronavirus Disease 19. En de 19 staat voor het jaartal waarin het ontdekt is. Dat is dus vorig jaar geweest. Dus het virus en de ziekte. En in de volksmond wordt dat vaak, door elkaar gebruikt. Goed, dat virus dat ziet er schematisch als volgt uit. En we gaan straks in ons BINAS hier meer van zien. We zien dat een virus, de buitenlaag, heet een virusenvelop. En dat is ongeveer zoals de celmembraan. Het is eigenlijk gewoon, het is een dubbele fosfolipide laag. Waarom heet het dan geen celmembraan? Ja, omdat het virus natuurlijk geen cel is. Virus is een niet levend deeltje. Wat toch, zoals je merkt, nu op dit moment, we zitten nu op 18 maart, behoorlijke problemen kan geven. Dus de buitenkant van dat virus is een virusenvelop met dus een soort van celmembraan. En die celmembraan is ook afkomstig van menselijke cellen. Als dit tenminste een virus is die door een menselijke patiënt gemaakt is. Goed, in dat virus zitten verschillende zaken. Je ziet hier twee verschillende bolletjes. Dat zijn eiwitten. Waaronder een van die eiwitten is reverse transcriptase. Daar kom ik zo op terug. En we hebben ssRNA, single-stranded RNA. En dat is natuurlijk voor een levend organisme is dat altijd een beetje raar. Want de meeste levende organismen die hebben DNA. En er zijn toch heel veel virussen die hebben RNA in zich. Dan zie je nog aan de buitenkant, dan zie je een paar van die wokkeltjes. Van die groene wokkeltjes. En je ziet twee blauwe transmembraan eiwitten. Het zijn allebei transmembraan eiwitten, maar het is voornamelijk die blauwe. Die is spike genoemd omdat die een beetje puntig is. Niet zoals ik hem getekend heb, maar hij is een klein beetje puntig. En hij is een stuk groter dan die andere transmembraan eiwitten. Hij steekt dus echt ver uit dat virusdeeltje. En die heeft een bijzondere functie. Daar kom ik ook zo op terug. Terug naar dat single-stranded RNA. Zoals we misschien weten is een virus, is geen levend organisme. Je merkt dus ook heel vaak dat het virus gaat dood, wordt gezegd. Of dat soort zaken, dat kan niet, want het leeft al niet. Dus iets wat niet leeft, kan ook niet doodgaan. Het is levenloos. Het heeft geen van die zeven levenskenmerken die je in de brugklas hebt geleerd. Dus het heeft een menselijke cel nodig om zich voor te planten. Al kan je natuurlijk ook weer twisten of is dat voortplanten wel een hele goede, een goed woord om hier te gebruiken. Vermenigvuldigen moeten we het maar noemen. Dat RNA dat wordt ingebouwd in ons DNA en daar zit een belangrijk punt. Want dat RNA dat moet worden omgebouwd naar DNA. Wij kennen dat, wij biologen kennen dat natuurlijk van DNA wordt er RNA gemaakt. Tenminste de code van het DNA wordt gebruikt om RNA te maken. Dat heet transcriptie. Het is dus reverse transcriptie. Het is
omgekeerde transcriptie. Dus we gaan van RNA, gaan we juist DNA maken. En het is een uitgangase. Het is dus een enzym. Dus dit enzym zit hier en dat komt samen met dat RNA vrij in het cytoplasma van een menselijke longepiteelcel. Waarom nu een longepiteelcel? Even kijken, hier. Ik heb hier een deel van een longepiteelcel getekend. En daar zit een receptor in, de ACE2 receptor. Wat die doet, angiotensine converting enzyme is het. Is niet heel erg belangrijk. Natuurlijk is het wel belangrijk, maar niet voor dit verhaal. Maar het is deze receptor waar die spike precies op past. En dat is wel, dat is dus belangrijk. De cellen waar die ACE2, ACE receptor 2, tot uiting, tot expressie is gekomen en veelvuldig in het celmembraan zit, die cellen zijn vatbaar voor dat COVID-virus. Of moet ik dus eigenlijk zeggen, het SARS-CoV-2 virus. Die transmembraan eiwit van de virus, dat maakt een binding. Dat is een specifieke binding met die receptor. En daarmee is een binding tot stand gekomen en kan die virus de cel binnenkomen. En nu pak ik even mijn BINAS erbij. Ja. We gaan naar deze BINAS tabel. Die zie je nou hier als het goed is. Ja, zelfs ik leer nieuwe dingen. De techniek staat voor niks. En je ziet aan de bovenkant van die BINAS-tabel zie je hoe dat virus die cel binnenkomt. Waar de transcriptase, dat reverse transcriptase, waar dat zijn werk doet. Dat is zo ongeveer op een derde van die cel. En dan zie je dat het DNA wordt ingebouwd in het DNA van jouw eigen longepiteelcel als je ziek wordt. Dan wordt die cel die wordt helemaal omgebouwd en dat wordt eigenlijk een virusfabriek. Dus alles wat die cel normaal zou moeten doen, daar houdt hij bijna mee op. En die begint een ontzettende hoeveelheden van die SARS-CoV-2 virussen te produceren. En die komen allemaal weer vrij. En dat zie je in die BINAS-tabel hier aan de onderkant, zie je dat gebeuren. En al die virusdeeltjes komen vrij. In je longen natuurlijk. Ja, want dat longepiteel is de buitenste laag van je longen. Dus het verschil tussen de buitenlucht die je inademt en jouw eigen weefsel. Dus daar komen die virusdeeltjes vrij. Daar heb ik hier ook een hele mooie foto van. En die virusdeeltjes, hè, dat zijn die gele bolletjes. En je ziet de achtergrond is paars, is een beetje golvig. Dat is het celmembraan. En al die gele bolletjes die komen dus vrij. 50 tot 200 nanometer. En die kunnen zich dus met hoesten of niezen heel makkelijk naar de buitenwereld verspreiden. Of die kunnen zich natuurlijk in andere delen van je longen vestigen. En daarmee dus weer nieuwe longepiteelcellen infecteren. Op den duur heb je dus je hele eigen longepiteel is geïnfecteerd. En aangezien dat de barrière is tussen de buitenlucht en jouw interne systeem, is het dus heel lastig om nog zuurstof op te nemen. En dat is toch een vrij belangrijke taak van die longen. Dus die longen die gaan achteruit qua functie. En dat merken ze in het ziekenhuis ook. De hoeveelheid, de zuurstofverzadiging van je bloed, die zit normaal. Als dat bloed uit je longen komt en dat gaat naar je organen toe, dan zit het op 99-100%. En dat zakt als een malle naar beneden. Daar raken we dus in problemen. Ons hele als organisme raken we daarvan in de problemen. Je kan ook multiple organ failure krijgen, omdat je een te lage zuurstofconcentratie of te lage zuurstofverzadiging in je bloed hebt. En dan ben je echt ver van huis. Dus wat ik belangrijk vind onthouden is dat SARS-CoV-2 het virus is en COVID-19 dat is de ziekte. En deze tabel, ja, die BINAS-tabel, is dus erg handig om erbij te halen. En dat is ook weer examenstof, dus leuk om voor je examen te weten. Goed, ik hoop dat je dit leuk vond. Zo niet of zo wel, dan zet een comment. Misschien wil je subscriben of een van mijn andere filmpjes bekijken. Laat het weten, ik ben toch thuis, dus ik ga filmpjes maken. Heel veel succes!